Go Milan, go Milan, go Milan. Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations, waarin Sander al super ver voor staat op mij. Na één aflevering. Sander, hoeveel sterren heb jij op het moment? Dat zeg ik liever niet. Jawel, jawel, jawel. We gaan dat wel gewoon zeggen. Oké, ik heb er 5. Ik heb er 4. Ja, het valt echt mee. Het valt echt mee. Ik zei vorige aflevering nog, het valt echt wel mee. Oké, ja, als we dat gewoon tegen elkaar durven nog te zeggen, dan... Ik dacht eventjes, ga ik de mind tricks poelen en ja, zeg ik precies. Gewoon, joh, ik heb er 7 of zo. Ja. Maar toen dacht ik, nee, ik ben eerlijk. Oké, nou, ik ben wel weer klaar voor. Ik denk dat ik de timer erbij ga pakken. 3, 2, 1, start. Oké, let's go, baby. Oké, dus het valt allemaal nog mee, gelukkig. Ondanks dat ik dus een paar minuten achterliep, omdat mijn Switch de vorige aflevering kapot ging. Nee, dat die vast niet. Auw, dat scheelt ook niet heel veel. Nee, ik hoef hem alleen maar te restarten, gelukkig, maar... Het is wel kut. Ik bedenk me net, wat doe ik met mijn leven? Dat weet ik niet, wat doe jij met je leven? Dom. Want ik moet tegen Mr. Mime praten. Wat, tegen Mr. Mime? Mr. Mime. Yo, die Zorua en Zoroark zijn wel vet, hè? Ja, heel ziek. Alleen ik snap de typing niet. Vooral niet omdat ze het ook letterlijk over snowruns en zo hebben. Ja. Yeah. Oké, please, mik goed. Volgens mij... Ik dacht het ook meteen van, oké, het is een normal ghost, maar hoe kan die normal zijn als het een ghost is? Snap je? Ja, sowieso, hoe werkt dat met effectiveness ook? Oh ja, hij heeft gewoon 3 immunities, hè? Ik had hoger moeten, dat is wel... Wacht, welke? Je hebt een fighting, normal en ghost dan? Ja. Holy damn. Ja, dat is een fucking goede typing. Echt een fucking goede typing. Fuck. Geen goede typing. Dat is heel ziek. Allemaal geschreeuw voor niks. Ik denk ook dat die niet bestaat, of wel? Lijkt me heel sterk als die al bestaat. Yes! Got him. Volgens mij was het nu alsnog sneller om het op de normale manier te doen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn stretch laten zien. Oké. Misschien is het ook niet per se een soort speedrun stretch. Ik weet alleen dat het zo gebeurt. Je kan het, Sander. Oké. Ik denk, ga ik voor de red? I do love red. Kaboom! Oh, hij heeft weer zieke shit. Oh, nee. En ik ben dood. Oh, nice. Ik was net ook al een keer dood gegaan, hoor. Heel ziek. Ik heb ook nog maar 2 levens. Rip. Heel kut. Oké, ik ga voor de roads. I love roads. Dat klinkt net alsof ik zeg, ik hou van wegen. Ja. Wat bedoelde ik? Wat bedoelde je dan? Rode coins. Oh. Het is goed dat je dat er even bij zet. Oh. Kut. Ik bedacht me dat ook pas net. Hoeveel zit je? 5. Oké. 2. Godverdomme. Ik haat... Nee! Ik haat gewoon aan deze... Waarom ik deze game dus ook altijd kut vind, zeg maar, is omdat... De besturing zo kut is. De besturing is echt kut. Inclusief de camera. Ja, de camera is echt... Maar dat is echt misschien wel ultra kut. Klinkt meer als superheld. Het is ultra... meer supervillain dan. Ja. Yeah. Ik ben ultra kut, gozer. Nee, waarom? Het is je boy ultra kut. Het is wel je boy ultra kut.
right now. Het kan ook naam van een pornoactrice zijn. Dat kan ook. Fuck. Dat doet een pornoactrice, ja. Ja, dat wist ik. Heel ziek. Ik heb die algemene kennis, Brian, jongen. Je wil niet weten. Hoezo kan ik niet draaien? Gozer. Oh, en nu gaat hij weer zo kut lopen doen. Nou. Je voelt je beledigd of niet, Sander? Nou. Au. Dat kun je op zich wel zeggen. Oké. Kom op, Sander. Nu eventjes je best doen. Oh, moet dat zo? Je moet gewoon je best doen. Ja, Sander, weet dat dan. Oké, kan dit? Hoezo weet je dat niet, Sander? Dat je gewoon je best moet doen. Oh, heel ziek. Oké, Cam. Ah, en dan val ik er weer vanaf. En ik weet niet waar de andere twee zijn. Het is niet altijd zwart of wit. Over zwart of wit gesproken. Ja. Dat is van Pokémon, hè? Mm-hmm. Ik ben mogelijk de Johto seizoen aan het terugkijken. Oh, ik dacht dat jij de nieuwe aan het kijken was. Ja, alleen ik ben bij. Ah. En toen dacht ik, fuck, ik wil meer Pokémon, gozer. En ja, hoe doe je dat? Door Pokemon gewoon... kijken. Ja, Pokémon kijken. En ja, weet je, Kanto heb ik al 10 keer gezien. Kut. Ja. Orange Islands ook, denk ik. Mm-hmm. Nee, ja, maar Kanto en Orange Islands is wel een beetje de go-to. Ja, ga je naar Johto ook gewoon kijken? Want mijn lievelingsseizoen is Battle Frontier. Ik wil sowieso Battle Frontier kijken. Alleen of ik heel Hoenn weer opnieuw ga kijken, weet ik nog niet. Ja, jij bent zo'n meehater, hè? Of zo'n Max-hater? Nee. Oh, nee. Dacht ik. Dat dacht ik, dat je een Max- en meehater was. Nee. Dat zijn leuke characters. Kut, waar zijn die andere twee? Oké. Oh nee, jij was zo'n Iris-hater, was jij. Ja, dat klopt, maar dat is ook terecht. Wow, wat een hater, Iris. Oké. Waar zijn die andere twee dan ook alweer? Zoek jij ook rode coins in de sneeuw? Nee. Oh, rip. Ik zoek wel rode coins. Maar niet in de sneeuw. Nee. In dit level zoek ik ze. In dit level? Nee, dat schiet op, Sander. Jezus. Ja, dat dacht ik. Fuck. Ik weet ook niet meer waar ze zitten. En ik vind het kut, want ik heb nog maar 6 sterren. Ik ook. En ik denk dat Milan... Oké, ik had verwacht dat jij 1 meer zou hebben. Nee! Dit bedoel ik. Ik wil te gehaast. Ik merk gewoon, ik wil te gehaast. Oh, dat is heel kut. En dan moet ik de andere 6 ook weer pakken. Dit is dus het probleem wat wij waarschijnlijk allebei tegen gaan komen. Dat ja, als je de game niet kent, heb je dus echt geen idee waar de rest van de coins zijn, zeg maar. Ja. Dat heb ik nu heel erg. Want ik heb deze game... Ik kan me niet heugen dat ik deze game... Au. Ik ga gewoon dood. Dat is erg kut. Nou kijk, ik had deze games eigenlijk niet gespeeld op de Switch, omdat ik hem voor mijn gevoel nog redelijk recent gespeeld had. Ja. Yeah. Alleen, ja, wat voor mijn gevoel redelijk recent is, is mogelijk niet zo redelijk recent. Ik ga eerlijk met je zijn. Want anders weet je dit soort shit nog wel. Yep. Het is meer gewoon, ik heb deze game ook gewoon meerdere keren in mijn jeugd gespeeld. Hoezo kun je hem niet killen? Nee, niet doodgaan, gozer. Niet doodgaan. What the fuck? What the fuck? Nah. Ben ik nu dood? Ja. Nee, oké, dat... Ik ben bijna game over, zie ik nou. Ik ben game over. Aha. Nee, dat niet. Maar ik heb nog 0 levens. Ik ook. En ik vind het kut. Oké, nou. Rustig, Mario. Je wil niet te snel van stapel lopen. Jawel.
Aan de andere kant, Stapel is wel een leuk spel. Dat vind ik altijd zo grappig aan Justin als hij dit soort spellen speelt. Hij geeft ook altijd Mario de schuld. Zegt hij, Mario, doe gewoon normaal. Ja. Ik vind het wel jammer dat je mijn stapelreferentie niet snapte. Nee, want ik ken geen game die Stapel heet. Nee, maar je kent toch wel Firefox? Nee. Nu ben ik zelf de naam vergeten. Holy damn. Spyfox, dat was hem. Oh ja, maar dat heb ik nooit gespeeld. Yo, cultuur. Nou, oh, what the fuck. Dat is oneerlijk. Ik mag niet eens de shortcut van die pingwing gebruiken. Ik voel me bedrogen door deze pingwing. Fuck. Dan, wat zijn dat allemaal voor? Wat is dat allemaal voor een taal? Er was toch ook... Waar is die... Nou, die ligt in de wc waarschijnlijk. Oh ja, die heb ik nu ook gemist. Niet de wc, maar de... Een rode coin. Omdat ik moest alles opnieuw doen. Zo. Maar Sander, waar gaan je tentamens over? Nou, eigenlijk zijn het hertentamens. Wow, hoezo heb je me niet in één keer gehaald? Omdat ik debiel ben. Oh ja. Nee, oké, dat snap ik wel. What the fuck, Mario? Ik haat deze game zo erg. Ja, dat herken ik wel, ja. Oh, daar is er ook één. Oké, hoe kom ik daar? Oh, auw. Oké, niet zo dus. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Oh, wacht. Ik weet echt niet hoe je daar komt. Ik hoor nu niet bij, hè? Nee. Go, jammer. Enemies. Je kan het, enemies. Go, Milan. Go, Milan. Go, Milan. Dank je. Dat heb ik wel nodig. Oh, shit. Oh, ik weet nu wel hoe die moet. Oh, wat dom. Oh, wat dom. Wat? Bullet Bill, werk even mee, alsjeblieft. Hoeft er niet op, Bullet Bill. Ik ga echt achterlopen. Nee. Ik leef nog. Oh, nee. Oelepeel. Wacht, misschien moet ik de andere kant op rennen. Misschien werkt dat beter. Nope. Oelepeel, hoe werk jij? Met magie werkt die. Oh, niet... Nou, die had hij moeten hitten. Hij zat er letterlijk in, gozer. Dit is echt... Hoe dan? Hoe dan? Ik haat het leven. Ik haat alles. Ik... Dus die kant op. Oh, ik had deze ook nog niet. En ik weet waar die andere twee coins zitten. Alleen ik kan er niet bij, omdat ik debiel ben. En jij hebt waarschijnlijk al een 7e ster en ik... Nee, ik zit nog steeds op 6. Dit wordt echt een lange serie op deze manier. Yo, als ik gewoon normaal kon doen... Kut. Oh, zou de serie minder lang duren. Waarschijnlijk, ja. Oké. Okay. Nou, Mario, je mag op hem springen. Kut. Ja, goed zo. Ja, daar ga ik niet komen, denk ik. Ook niet als ik... Nee, ik hoop niet als ik hierop sta. Nee. Ik ging te lang door met mijn nees, maar dat maakt niet uit. Dat is voor Milan, voor het psychologisch effect, hè. Nou, dit is echt een kut level. Wow. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga het anders doen. Oh, kan ik er nu gewoon in? Maar dat zou heel ziek zijn. Ik weet alleen niet of het werkt. Dat weet ik ook niet. Ja, het werkt. Oh, wat heel ziek. Heel ziek. Had ik niet verwacht. Ja, wat is dit voor een tyfus level? Wat? Het werkt nog niet. Nee. Wist je dat niet? Waarom werkt het allemaal niet zoals ik wil? Omdat het Mario is. Meer vraag ik antwoord.
Ik wil dat je antwoord geeft. Omdat Mario 64 is. Er is een reden waarom ik deze game haat. Jij haat deze game echt? Ja, ik vind het echt geen leuke game. Oh. Ik heb altijd iets tegen games waarvan als je het de ene keer doet het wel werkt en de andere keer niet, zeg maar. Wacht. Nee. Wat? Kan dit gewoon op die manier? Nu snap ik waarom het niet werkte. Ja, wat een bullshit. Wauw. Ik ben echt zo voorzichtig aan het doen nu. Ja. Ja. Let's go. Let's go. Let's go, baby. Er zitten ook mechanics in deze game van... Die mechanics die zijn op zich leuk als het werkt, zeg maar. Alleen als je dan zo'n crapcamera bijgeeft, zeg maar, dan werken die dingen niet. En dan zijn ze dus ook niet leuk. Ja, dat is wel kut. Niet. Nee. Oké, dank je. Ik weet alleen niet, ga ik ook de 100 munt sterk kunnen krijgen? Die camera, jongens. Die camera is echt oneerlijk. Oké, dit is 5 coins als het goed is. Ja. Als je dit echt terugzag, dan denk je echt van, ja, ze willen je ook gewoon naaien. Ja, maar dat is wel zo. Ik weet niet, moet ik ervoor gaan? Ik denk dat ik al te veel... blauwe coins heb gemist. Waardoor ik de 100 munt... Ja, fuck it. Ik pak hem gewoon. Jammer van de 76 coins die ik hier nu al behaald heb. Maar goed. Boeien, Ruud. Boeien. Save and continue. We gaan ergens anders naartoe. Want ik ben dit level helemaal zat. Ja, dat heb ik ook wel een beetje met het level, ja. Fuck it. Ga toch weer terug, hè. Ik wil weten, hoe heette dat andere level? Shoot into the wild blue? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Is dit die met die vogel anders? Dat zou ook nog kunnen. Dat klinkt niet als shooten. Oké, dat is wel de vogel. Press and hold B to grab. Ja. Nee. Waar de fuck is die vogel? Hey, vogel. Die vogel is Gonzo. Nee. Nog niet. Wel de roep van sterretje. Dit is deze. 7. Oké. Nee. Nee, loop niet naar buiten. Oh, wel, als die ster nu weg is, hè, dan word ik fucking boos. Oh, jij bent die aan het doen. Nee, hij is niet weg. Ik kan alleen niet terug naar binnen lopen. Ik word echt... Nee, vogel, kom terug. Nee, vogel. Waar kan ik vallen? Hier kan ik vallen. Wee, poef. En dan bedoel ik niet het Fairly Apparent personage. Wauw. Ik ben toch ook geen Wanda of Cosmo? Nou, ik ben wel een soort van Cosmo, hoor. Moet ik dit nou opnieuw doen? Dit is echt... Wauw. Wat hier gebeurde, Sander, ik ben echt zo hard genaaid. Oh, dat was niet de bedoeling. Plus, is dat? Ja. Exit course. Fuck dat. We gaan niet shoot into the wild blue doen. Oké, we gaan deze doen. Yo, pak je sterren, lever ze in en let's go, baby. Ik weet niet of dit degene is die ik hoop dat het is. Ja, ik denk het wel. Oké, dat zou heel chill zijn. Welke hoop je dat het is? De sneeuwwereld. Die met de sliding. Ja. Ja, dat is waar ik nu alle sterren heb gehaald. Of nou, niet alle, maar de meeste. Oké, hier weet ik wel... tactiek. Alleen ik wist niet meer hoeveel coins je nou moest halen voordat je... Volgens mij, je kunt... Alleen, ja, ik weet niet hoe...
Misschien moet ik gewoon fuck it en niet voor de 100 coins gaan. Nee, want die 100 coins die hoef je ook niet te halen. Oh, wat had ik niet moeten zeggen. Nee, dat weet ik. Maar... dan kun je 2 sterren in 1. In 1 keer doen. Dat klopt, maar... ja, je moet zeker doen wat je wil doen. Alleen... het kost gewoon heel veel tijd. Zeg maar, en je moet alle coins dan in de slippery slide ook goed doen. Oh, dit level! Worms Fortress! Ja, maar hier weet ik wel heel veel sterren. Oh. Nou, kijk, en daar gaat het al fout. Ik heb nu al coins gemist, dus ik ben blij dat ik niet voor die 100 coins ben gegaan. Snap ik. Nee! Mario, alsjeblieft, doe niet. Doe gewoon eventjes... normaal. Ik heb ook trouwens niet met die pinguïn gepraat. Heel kut, krijg ik dan nu wel mijn ster? Of is dat een andere? Dat is een andere. Nee, oké. Nou? Ja, je moet naar buiten lopen. Okay. Ik zit jou hier gewoon te helpen, dus als ik jouw hulp nodig heb, dan verwacht ik ook hulp. Oké. Oh. Oké. Alleen het kutte is dus... oké, ik heb nu 8 sterren. Mm-hmm. Dat is al heel wat. Dat is zeker al heel wat. Niet heel wat. Als je kijkt naar hoeveel we moeten, wat waarschijnlijk rond 70 zit. Little Penguin Lost. Nee, die vind ik echt kut. Ja? Vind je die kut? Oh, ik vond die niet zo kut. Volgens mij is die echt heel kut. Kan ik me herinneren. Ah, gewoon dood, jongen, kutbeest. Hé, hey, ben je toevallig je ping kwijt? Ja, oké, okay, waar is hij? Oh, je was hem kwijt. Oh, je wil me niet helpen. Oké, okay, nee, dan niet. Heel naaiend. Ik help jou met het zoeken van jouw kind en dan ga je niet eens zeggen waar die is. Oké, dat ging goed. Waar de fuck is dat kind? Volgens mij was hij bovenop ergens. Hij was veel verder omhoog. Oh, je slide natuurlijk. Dat had ik wel kunnen verwachten. Oké, maar misschien op die brug niet. Oké. Au. Au, au, au. Dat deed... au. Pijn. Oké, en hier zit je dan. Shit. Een soort van vast. Dan moet ik weer terug? Nee. Hij moest hier. Waar is die fucking pinguïn? Sander, nog 2,5 minuut. Nou, deze aflevering gaat lang duren zo. Want ik weet oprecht niet waar die pinguïn is. Oh, serieus niet? Oh ja. Als de tijd zo over is, zeg maar, dan zal ik het wel zeggen. Want dan moet ik toch wachten totdat je dat level hebt gekleerd. Is omlaag. Dat kan die nooit... hoeveel minuten hebben? Nog 2. 2. Oké. Okay. Niet nog een keer doodgaan. Oké. Okay. Je moest sowieso naar boven. Wacht, is dit... zit wel hoog. Zat hij hier ergens misschien? Yo, Mario, ga even iets minder snel. Ja, dat is zo kut aan dat level, omdat het een glijlevel is. Een ijslevel. Die glijdt. Hier was ik ze net ook. Oh, dit is kut. Dit is kut. Au. Waar is die pinguïn? Mr. Little Pinguïn, where you at? En ik kan die snowmans ook nog steeds niet ontwijken. Maar die wil je toch wel bouwen? Nou, nee. Ja. Oh! Kijk!
Dit helpt. Yo, nee, niet. Doe nou niet dit. Mario, dan moet ik weer helemaal opnieuw. Nu ben ik mijn voorsprong kwijt. Dat valt wel mee. Maar. Hoeveel sterren heb je dan? 8. Oh, ik heb 9. Hier. Ik zei toch dat ik mijn voorsprong kwijt was. Fuck. Nee, ja, ik weet dat je kind weg is. Het boeit me niet. Nou ja, het boeit me wel, want ik wil hem helpen. Dan moet je me verhalen. Yo. Ik kan jou echt niet hebben vandaag, man. Mij niet? Nee, je doet zo gemeen ineens. Hoezo doe ik gemeen? Nou, met die kamerhoeken, echt game, je bent echt kut. Oh. Nee, Sander, nee. De tijd is om. Je mag geen nieuw level meer starten. Als je doodgaat. Nee. Oh, nee! Ben je dood? Oh, wat kut dit. Betekent dat ja? Yo, je mag hem afsluiten. Nee, ik kan hem niet afsluiten. Ik ben nog bezig met de level. Dus jij moet nu wachten tot ik dit level heb uitgespeeld. Dus vertel eens iets leuks, Sander. Nou. Er was dus een pingwing. Die je niet kon vinden. Ik haat hem. Mijn leven, echt. Oh, Hoe kan ik zo slecht zijn in deze game? Dat weet ik niet. Yo, dik zoom in. What the fuck, dat is heel ziek. Weet je wat ik ook niet snap? Nee. Als je, zeg maar, het beeldscherm hebt, ja. Dan heb je onder en boven ook nog een hele kleine zwarte rand. Ja, dat is irritant, hè? En ik vind die zwarte randen links en rechts al irritant. Maar daarboven is gewoon onnodig. Als ze hem gewoon uitvergroot hadden, ja. Dan waren die randen minder groot. Dus, what the fuck? Hadden we deze niet gewoon kunnen skippen? Echt, hè? Echt, ik ben nu al. Yo, mijn kat gaat wild. Heel ziek dit. He is going wild? Hij is de wildcat? Ik weet niet of ik kan laten zien. Ik kan het niet laten zien, mijn draad is te kort. Nee, dat gaat niet werken. Maar Sander, hoorde je mijn grap? Is het een wildcat? Ja. Nee. Is het niet. Okay. Weet wel wat een wildcat is? Oh, sure. Ik voel me nu beledigd. Hij gaat wel echt. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Dit is ook echt heel erg kut voor jullie, want jullie kunnen het en niet zien. Mijn kat heeft wel lol. Had ik maar zoveel lol. Maar nee, ja, ik niks. Dus jij vindt dit niet leuk? Nee, oké. Okay. Oh, kut. Nou, op het moment niet echt, nee. Ik zal wel even een makkelijke ster halen, ik want dit is. Achter. Hij jeet hem echt. Nu ik gaat hij maar wel letten op. Ik bestuur ik zo erg in deze game. Hij wil wel weg. Sorry, boys. Ik ga Mr. Cat een deur uit doen. Yo, die deur kan open. Die kat keek echt van. Yo, de deur kan open. What the fuck? Wat is dit heel ziek? Tovenaar. Zo kijk die kat. Ja. Oké, okay, ik heb een ster gehaald, Sander. Eindelijk. Sluit de aflevering af, please. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga naar zijn kanaal, die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende keer weer. Adios, amigos. Joejoe.